ik het uitgehoord, het begin van mijn filmpje. Eet! Dat was die chauffeur langs mij. Goedemorgen. Ik ben nu richting de Brunos. Brunos zijn hier. De elf. Met de Panos ben ik aan het rijden. En het is toch redelijk druk al op de baan. Na de verdrengde maatregelen is het toch nog redelijk druk op de baan. Dit wil ik eerlijk toegeven. Want ja, ik moet een klein beetje opschieten. Omhoog van, ik ben iets een beetje later dan normaal. Komt het, ja, iets later dan normaal opgestaan. Daar blijft rijden, ja, je had heel veel kans in de O1 op deze rijvak komen waar ik nu aan het rijden ben. Ik had genoeg spatie al tussen gelaten, maar ik kwam niet tussen. Ja, oké dan. Dus ja, ik moet ook wel mijn middagmaal hebben. Dus dan ga ik die nog wel ophalen. En ik zei het is al echt heel mooi klaar aan het worden. Het gaat een beautiful day worden. Daar heb ik voor een woongevoel. Dus dat komt allemaal wel goed. Oh, gisteren. Leuke wandeling gemaakt. Vlog steekt al in elkaar. Vandaag ga ik ook nog de Q&A opnemen. Alles blijft gewoon doorgaan. Want Psycho TV gaat niet in lockdown! Nee, ik blijf gewoon verder vloggen. Bij deze, dan weten jullie dat. Dus maar nu ga ik gewoon mij nog even concentreren op de baan. Dat ik toch tijdig nog op mijn wijk raak. En mijn broodje heb. Bij deze. Of ja, ik ben er nu toch bijna. Dus blijf maar jullie aan de lijn hangen. En hoe is het toch zo mooi dat ik groen heb. Oh, ho, ho. Het is na niet goed geslapen omwille van vandaag wordt er beslist over mij en Bea. Als we al kan, dan mogen je echt in real life mogen zien. Ik hoop van wel. Maar ik ga het wel begrijpen als zij zeggen van ja, het gaat niet meer, omwille van de coronabesmettingen. Ja, oké dan. Amai man, die reed ook wel traag. Ik stel dat ik het niet meer haal, maar dan was ik kwaad. Dan was ik heel kwaad. Maar ik haal het nog. En mensen, kijk heel goed. Ik ga hier achterin. Ik zet een zuivere mondmasker. Ja, die zit daar zo al gefrommeld. Dus ik heb een zuivere mondmasker genomen voor naar de Panos te gaan. Bij deze. Dus even heel snel nog gaan doen. 9 minuten. Kom maar. 9 minuten. We zullen nu toch in een oude locatie staan. Voilà. Pak jullie mee. Mondmasker aan, natuurlijk. Bij deze. Voilà. Mondmasker aan. En nu naar de Panos toe. Ja, maakt niet uit. Ik ben toch niet lang weg. Ja.
kikkers. Jawel, en welkom weer op een vervolg. Ik ben dus vandaag al gaan werken, dus ik ben nu terug thuis. Het is al 5:30. Hoogstwaarschijnlijk misschien zelfs nog naar mijn schatje Bea toe. Hopelijk mag het. Want we zijn echt heel zwaar naar elkaar toe aan het afwachten wat de... Wat ze gaan zeggen, mag ik blijven of mag ik niet komen? Ik hoop van wel, want ik kan mijn schat geen maat missen, echt niet. Dan doen we een of naar de andere overtreding punt uit, want we kunnen niet zonder elkander. Dat is ook al werkelijkheid al bewezen, bij deze. Ik had hier toch nog eens zeggen, zo'n rolletje. Ik had hier ook nog een rolletje in steken. Maar die is Fuji. Misschien stik die in de een of de andere bakken. Wat heb ik vandaag gedaan? Hier zit het niet in. Dus wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Dat is karton kapot snijden. En raad maar eens bij wie. Laat het hier in de comments weten, hier onderaan. Dus jullie kunnen het alweer al raden van welk bedrijf. Ik had dat hier eens neergelegd, dus ergens, die rol. En nu ben ik hem kwijt. Maakt niet uit. Die komt wel uit. Maakt niet uit, die komt wel uit. Voilà, bij deze. Dan ben ik ook nog heel snel mijn bed op het maken. Ja, ik heb mijn broek uit doen. Dus mijn bedje op het maken, jawel. En wat ik dan ga doen, dat weet ik niet. Dus ja, ik heb dus kartonnen dozen dus opengesneden. Samen met een collega. Maar ja, ik heb weer al niet zo goed geslapen. Ik geef dat eerlijk toe. Ik ga jullie even zo moeten neerzetten. Dus, ja. Shit happens zeker. Ik ben gewoon moe. Omhoog van dat ik een hele slechte nacht heb gehad. Ik heb zitten te piekeren. Te piekeren, tot en met. Geef ik eerlijk toe. Ik ben misschien hierin. Hierop. Ja. Dus ik moet ook nog één rolletje moet ik ook nog te goed maken. En ik weet dat ik nu heel slecht in beeld ben. I know. Hier ben ik weer. Ziet, dit moet ik nog terug te goed maken. Dus dat gaat ook nog gebeuren. Bij deze leg ik het al klaar. Kan ik het straks of al morgen het eens doen. Dus bij deze. En dan is nog dit ook nog aangekomen. Een nieuwe memory card. Dat is goed. Zo er twee dus. Van allebei om de beide 256 gigabyte. Ik wil zeggen megabyte. Dan verschoot ik me wel hoor. Maar ja, bij deze, ik ga nu nog even verder mijn bed opmaken. En dan ga ik speed gaan wachten op een sms'je van Bea. Hopelijk mag ik gaan. Zo niet, ja. Dan vreet ik wel echt mijn kasten op. Dan ga ik echt mijn kasten opvreten. Want ik mag vanaf 7 uur daar aanwezig zijn, normaal gezien. De weegschema van Bea. Dus, bij deze. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, ik ga eens naar Bea toe. Sorry dat het even een donkere stuk van fragment is. Hier is belichting. En ik ga sowieso ook al één ding al iets meenemen naar de wagen toe. Allee. Dat was mee moeten komen.
Dat is dit. Een mesje. Veiligheidsmesje. Of Stanley mesje, of hoe jullie dat ook noemen. Dat leg ik al klaar in de wagen voor morgen gaan te werken. Want morgen moet ik weer rond naar die ene bedrijf gaan. Denk je dat ik het leuk vind? Ik denk het niet. En dan maak ik weer al kilometers. En dan ben ik weer al zo back af. Om... ik wou nu al zeggen, rijd daar nu in een wagen op het gras? Nee. Dus dan ben ik gewoon weer op back af om naar Bea te gaan. En het mag, yes, ze hebben iets kunnen fixen. Dat we mogen blijven afspreken. Joepie. Sorry. Jeugdkreetje. Oei. Die trapt het precies terug af. Ja. Ik ben er kort op hoor. Echt waar. Allee, wagentje, start nu maar. Allee, goeie muziek. Daar nog gezien dat ik een handje omhoog stak. En zelfs heb ik copyright claim. Als ik dat heb gehad, is dat stuk er nu uitgeknipt net. Want ik heb toch in dat stuk net niks gezegd. Ik was gewoon op de baan aan het letten en niet op de muziek. Zo veel auto's. Maar dat is wel even terugverkeer om hieruit te rijden. Ja, het was wel even... Wow. Opletten. En wat jullie hier zien, altijd zien slingeren, dat heeft mijn schatje Bea gemaakt. Bij deze... wil ik ook nog iedereen, echt maar ook echt iedereen vragen, hou alsjeblieft aan de regels wat ze opleggen voor corona. Ik heb nou letterlijk één contact, daar ga ik nu naartoe. Dat is Bea, die durf ik wel te knuffelen. En handencontact op mij gebeurt ook niet meer, dus ook niet voor dit te doen. Elleboogcontact, nee. Dus alleen maar met woorden, wel met mondmasker. Voor op het werk, dat ik mijn veiligheidsmaatregelen ga nemen. Want het gaat toch echt niet de goede kant uit. En ik zie hier gewoon niks gewoon veranderen. Hè. Qua levensstijl, ik zal het zo zeggen. Alles is nog altijd hier normaal in Alke, Limburg. Ai, jammer, net geen John Deere. Net niet. En nu ben ik onderweg naar mijn schatje toe. Ik dacht dat ik daar ook nog een speciale vogel zag. Oei, je zat ook weer alleen aan de kant. Dat is niet goed. En de koffer staat open. En die gaat hoogstens al direct terug vertrekken. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ga nog wat muziek luisteren. Allee. Tot ziens! Oh, ik wil terug vrolijke vlogs afleveren aan jullie. En dat ben ik ook bezig. Oh yeah! Oh, dat is mislukt. Come on. Oh yeah! Yeah.
Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ik ga nu eens terug richting mijn thuis. Daar heb ik weer ook copyright. En hier staan ze heel goed geparkeerd. Dat ik moet manoeuvreren. Voilà. Oh mannetjes, het is weer goed af aan het koelen. Het is nu 21 uur 21 en het is 12 graden. Even kijken, als ik hier 30 door kan. Ja, maar ik mag maar hier maar 30 per uur. Dus dan, rijd ik hier ook maar 30 per uur. En ja, jullie hebben het goed gezien, mijn mondmasker was niet aan. Nu wel. Dus ook als ik aan het rijden ben, doe ik ook een mondmasker aan. Ik weet niet hoe die besmetting plaatsvindt. Ik zal het zo zeggen. En ik ben moe. En dan moet ik nog dat spelletje spelen. Eigenlijk ja, moeten we dat eens doen. Hè. Zo is echt is een gamingavond doen. Met z'n allen op Discord. Moeten we eens echt eens doen. Maar... Die hebben het misschien al gezien. Uitstel, uitstel, uitstel. Maar ik ook geen afstel. Ik ga het doen. Ik ga het echt doen. En het is groen. Joepie. En hier is het rood, joepie. En nu ga ik stoken, joepie, want ik heb het koud, joepie. Ik heb het op mijn voetjes gezet. Oh, lekker warm. Oh, zalig. Mensen, dat is niet altijd als ik online sta op Discord dat ik ook aanwezig ben op Discord. Dan kan dat op een gegeven moment wel op inactief gezet worden. Dus. Van ook weer al goed gewerkt vandaag, daarom dat ik ook zo vermoeid ben. Oh, mannetjes. Ik weet wat ik zelfs ga doen. Misschien nog even aan de computer kruipen voor mijn vlog in elkaar te steken. Of trouw dat dan wel morgen vroeg. Ik ben echt moe, want ik ben ook mee en, te goed aan het concentreren op het weg. Dus dat is ook al voor mij al redelijk moeilijk. Ik geef dat eerlijk toe. Ik rij niet op mijn volledige snelheid. Oh, ik weet wat, nu wel. Dan kan ik nog eentje voorbij steken. Joepie. Alles bij deze. Oei, 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 oei. En hier moet ik weer allemaal aan 90. En alsjeblieft, blijf nu groen als ik passeer. Dank je, nu moet ik op rood gaan. Oh, hoe gemeen. Hoe gemeen ben ik. Ja.
heb ook een droge hoes. Ik weet niet hoe het komt. En, mensen, ik heb nu wel eens propane. Oh, mannetjes. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben echt moe. Misschien zien jullie het al zo aan mij dat ik moe ben. Oh, ik kom zo in slaap vallen. Dus ik mag me niet in een slaaphouding zetten, of anders ben ik al vertrokken. Ik kan het zo zeggen. En het is nu 21:26 en het is nu naar 9 graden gegaan. Dat was toen ik ook pas vertrokken bij Bea. Dus met die 12,5 graden. Nu ben ik al even zo aan het rijden, nu heeft hij wel de juiste temperatuur kunnen opmeten. En ik heb al één groot probleem. Kijk, ik ben pas bij Bea weg, bij mijn schat. En ik mis haar echt al ontzettend fel. Echt heel fel zelfs. Ik wil haar nooit of nooit meer kwijt. Ze heeft me echt vandaag weer op mij goed laten voelen. Ik ben blij dat we toch al met elkaar mogen afspreken. Toch een pluspunt. Maar dan moet ik ook wel mijn contacten wel naar een kleinere kring opbrengen. En als we terug morgen een klein busje hebben, dan ben ik goed gewapend. Ik ga ook deze keer subiet ook al zoeken naar mijn face shields. Die doe ik dan gewoon aan. Punt uit. Mensen, ik ga jullie laten. Ik ben gewoon op. Ik ga subiet nog naar mijn face shields zoeken. En dan ga ik richting patch doen. Ik ga niet als ik ook in de crew. Ik ben moe. Ik ga dat ook samen zeggen ook in de crew. Dat het mij gewoon niet gaat. Dat ik gewoon... Ik ben gewoon moe. Ik heb al vandaag al even in de chat gezeten. Ik vind dat al meer dan genoeg. Tegenover andere YouTubers. En hier is nu ook nog voetbal. Binnenkort ga ik ook filmen bij de voetbal. Dat is ook weer waar, dat staat nog altijd op programma. En de mensen die nu gebannen worden op de Discord-server, ik ga er ook nog weer al eens even over hebben, over de Discord. Daar gaat dus geen dag voorbij dat Discord niet meer in de vlog komt. Ik zal het zo zeggen. Dus ik ben ook heel hard. Dus de mensen die nu gebannen worden, kunnen ook mij niet meer contacteren. Dat is ook om mij te beschermen, omwille van omkoperij. Zo gelijk, hoe moet ik het zeggen, zo gelijk shift happens, ik geef het eerlijk toe, ik had mijn goede doel gestort, en dan, ja, had hem gezegd, ja, ik zal voor u, ja, 75 euro terug overmaken, dat jij een goed hart hebt laten zien en al. Bij deze heb ik het geld ook nog niet gezien, dus dat hij het gaat overmaken. Hij ging het doen, maar wanneer heeft hij niet gezegd. En dat begint ook wel redelijk op een lange baan te schuiven. Dus ik heb me ook daar weer al mee laten vangen. En dan wou hij zich terug laten inkopen voor terug op de Discord-server te geraken. Dat is hem dan ook weer gelukt. Maar... we zijn echt heel streng geworden. Sorry. Maar we moeten het wel zo doen. Omwille van, we hebben geen andere keuze.
Wow, oké. Tijd om naar binnen te gaan en tijd om gaan te slapen. Ik ga ook echt heel eerlijk zijn tegen jullie kijkers. Ik heb amper geslapen vorige nacht. Denk maar aan een uur of 1 of 2. Max 2. Ik ben de ganse tijd dan nog wakker gebleven tot nu. Maar nu begint dat echt wel door te wegen. Daarom dat er geen spelletjesavond komt vandaag. Omwille van, ik had heel veel angst, heel veel schrik. Ik ga het toch nog even afdoen. Omdat ik toch alleen maar nu in een auto zit en ik zit er niet meer te bollen. Dus ja, ik zat dus met angsten dat ik Bea niet meer ging zien. Voor een bepaalde tijd. Dus ja, wel zien nog wel via WhatsApp of zo. Maar met elkaar echt zijn. Daar had ik echt schrik voor dat dat niet meer ging gebeuren. Dan. Ja, daar heb ik dan de ganse dag over ze te piekeren. Ik weet ook wel, ook over Chris. Dat zij voorlopig niet meer ook in mijn vlogs gaat voorkomen. Dat, ja, dat de bubbelwereld is verkleind. En zij heeft al gekozen voor haar ouders. Mijn volste recht. Wat heb ik ook gezegd? Ik wil... Je moet niet voor mij kiezen, heb ik gezegd. Je moet kiezen waar je je goed mee voelt. Voor die ene persoon echt nauwe letterlijke contact te hebben. En ja, Chris heeft dan gekozen voor haar familie. Mijn valse recht, ik ben daar niet kwaad om. Ik had alleen moeilijk gaan hebben dat ik haar weer een tijd niet ga zien. Dus dat had ik dan ook weer in mijn hoofd. Maar dat is wel werkelijkheid. Dus ik ga Chrisje even weer niet meer zien. Maar dan ook van Bea. Oh, daar heb ik echt wakker van gelegen. Ga ik Bea nog zien, ja of nee? Het was echt een hele moeilijke tijd voor mij. En daarom dat ik zei van, nee jongens, ik heb mijn nachtrust nodig. Ik heb mijn nachtrust nodig. En en nu nog achter de computer kruipen. En dan morgen nog gaan werken. Hoor ik mij ook wel 100% mee moet concentreren. Ik ben ook zo paar werknemers zo aan het ook zo aan het spreken ook over mijn project wat ik wil werkelijkheid wil maken. Dus kijken als daar mensen zijn die met mij samen in de boot willen springen voor een heel leuk bedrijf op te starten. Onder de BBVA. Dus dat ik ook wel bijvoorbeeld dingen kan gaan verkopen en ook wel met lonen en al kan gaan werken. Maar ja, eerst moet dan YouTube weer volledig in orde geraken. Dat al die haters die nu weten dat ze niet meer kunnen winnen tegen mij, die gaan nog zwaar reageren op mijn YouTube-filmpjes. Gaan mijn YouTube-filmpjes ook zwaar disliken. Dat weet ik allemaal. En bij deze hebben jullie het ook al gezien al vandaag. Dus eigenlijk gisteren. Dus wanneer dat die vlog is online is gekomen. Geen boef-intro meer.
Nee. Ik ga terug mij echt 100% terug concentreren op mij echt op YouTube. Dat ik echt leuke focus kan gaan voorbrengen. Want ik wil ook nog gaan handschoenen gaan kopen. Want ik heb het al in een paar vlogs eerder al gezegd. Voor dit is terug eens gaan te doen. Nog niet vissen. Yay. Dat wil ik echt nog eens ook eens gaan doen. Samen met Bea. Of wel met iemand anders er. Want ik heb er niet ene. Doet mijn eigen pijn. Ik heb er dus twee. Dus ene kleine en ene grote. Ziet je. Dus qua diameter. Zo krijgen ze toch wel van elkaar. Zo ook nog hoor. Maar als ik die dan zo erop ga zetten. Niet meer. Heel moeilijk. En wel, ik ga dat op 17 minuten. Als mijn fragment 17 minuten duurt. Ga ik die eens echt eens op elkaar plaatsen. En kijken hoe lang dat ik het nodig heb. Voor deze van elkaar te krijgen. 3, 2, 1. Zelfs dat mijn vikkels er niet tussen zitten. Al dus 20 seconden op bezig voor het los te krijgen van elkaar. De magneten. Maar het lukt me niet. Ik kreeg er zelfs... Geen bewegingen. Wacht eens. Ik heb een idee. Maar die idee lukt niet. Ik wou daar een kaartje eronder in schrijven, maar dat lukt niet. Op 17 minuten ben ik begonnen, hè mensen? Op 17 minuten, hè? En we zitten al op 18 minuten 18. Ja, ik krijg er beweging in, eindelijk. Ik heb al wat bewegingen gekregen. Had ik het maar beter maar niet gedaan. Zoveel kracht ben ik al te gebruiken dat ik zelfs moet hoesten. Allee! Meent je toch niet, hè? Ik ga eens proberen. Goed, daar eens op te staan. Goed plan, Dimmy. Geen goed plan. Ik ga eens op de straat gaan proberen. Ik ga
we gaan eens iets proberen. Ik heb hier dus touw bijgenomen, want het lukt me echt, maar echt niet. Ik ga die dus koppelen. Ik hoop niet dat ik het kapot maak. Ja, aan het denken. Zie je, dat is wat touw dat ik heb. Dat voor gaan magneetvissen. Ah, ik heb het einde hier. Dus deze steek ik bij de stras erin. Maak ik 4 knopen. Ik ga het dus aan een elektriciteitscabineke binden. Ik hoop niet dat ik het daar kapot vuit. En dat ik dan hopelijk, en dan maak ik de andere kant van de touw, maak ik dan vast. En met een auto en dan proberen zo los te krijgen. Want ik krijg die echt niet zo los. Of wat, misschien nu zo wel. Nee, het doet echt zeer pijn. Maar ja, ik ga jullie de vlog laten. Ik ga zien hoe ik die ga loskrijgen. Bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. En abonneren is integraal volledig gratis. Maak een account op Google. En word lid van mijn kanaal. Bij deze en stuur het door naar je kennissen, familie, noem maar op. Bij deze en hou u veilig. Tot ja, morgen. Ik heb hier nog 5 minuten mee bezig geweest. Ze zijn eindelijk uit elkaar. Hoe heb ik het er nu gedaan? Ik heb er gewoon op gaan staan. Deze is dan zo erop gekomen. Ik zal het eens laten zien. Zo. Wacht. Zo. En dan heb ik gewoon dit kunnen doen. Voilà. Bij deze, dan hebben jullie ook het resultaat gezien. Hoe ik het heb gedaan. Nu terug de touw opruimen. Voilà. Deze zet ik gewoon, ik doe die al echt, nou letterlijk en figuurlijk apart. Hè. Mijn magneten. De ene zit aan de passagiersstoel en de andere zit aan de chauffeurskantstoel. En kijk nu, hè, hoeveel touw. La 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 la. Voor magneetvissen, hè. Oei, ik zit wel op mijn bieren te wikkelen. Dat is niet de bedoeling. Ik zit vast. Ik zit vast. Hup. Dit is hoeveel touw, man. Hoho. Ja, met zoveel touw ga ik altijd magneetvissen. Als jij, wacht hè, ja, dat mag ook nog in de comments. Als jullie goede locaties weten voor eens gaan magneten vissen, laat het zeker in de comments weten. Ja, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Oh, krijg ik niet binnen hè. Krijg ik echt niet binnen. Ondertussen heb ik ook even naar mijn schat gestuurd. Dat ik veilig en wel ben thuis aangekomen. En dat ik ook subiet ga slapen. Dus nu ben ik even. Tot er een knoop komt. Dat was hier. Dus deze gaan we dan zo doen. Deze moet dan zo. Hup. 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 Hup.
hup, oké. Dat staat al, dat staat, hup, hup, hup. Even kijken als ik het zo er ronduit kan krijgen. Ja. Yes, hij is volledig uit de knoop. Nu, oprollen. Zo. Nee, ik ga het niet zo doen. Jawel, ik ga het zo wel doen. En dan kan ik dat daar rond draaien. Hup, 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 hup. De voorbereidingen voor magneetvissen. Bij deze. Voilà. Dat is mijn touw. Ik ga het hier dan rond doen. Voilà. Die stik ik hier dan ertussen door. Dat dat allemaal mooi samen blijft. En voilà. Mijn touw is al klaar voor gaan de magneetvissen. Oeh, lekker donker. Voilà, bij deze. Tot morgen. Ja, er komen toch redelijk wat stukjes toch vlog bij. Oh, kom ik nog juist nog tot besef. Ik ben er niet binnen geweest, hè. Juist nog tot besef dat ik nog mijn mama nog moet rijden. Want er is iets nog open van een deur of zo. Is dat de mijne? Ik denk de koffer. Ik ga even de koffer te doen, mensen. En dan ben ik terug even zo naar mijn ouders. Want ik ga dat altijd continu gepiept zijn. Wat is het met deze? Even kijken. Als hij nu nog piept, dan weet ik dat het de koffer is. Nee, het was de passagiersdeur. Ik ben ook aan die kant geweest. Dus ik ben nu onderweg dus naar mijn mami toe. Om mijn zotjes nog gewoon gaan uithalen voor morgen gaan trekken. Of anders heb ik nog geen zotjes nog. Eten op mijn werk, dus bij deze. Oh, wat snap ik mijn verstand toch? Als mijn hoofd niet vast had, hè? Of vast was aan mijn lichaam, hè? Dan had ik die ook nog eens. Echt waar, dan vergat ik die ook nog eens. Oh, ik ben echt stik kapot. Dan moet ik nu nog naar mijn ouders rijden om 10 uur 7. Ja, 7 minuten voor 10. Ah! Ja, s'avonds hebben we toch nog een uur vlog. Oeh ja, ik moet nog ik ga sowieso nog de Q&A opnemen. Ik moet sowieso achter mijn computer krijgen, want ik moet nog de Q&A opnemen. Dus. Er gaat dus echt geen spelgezamenlijk zijn, want ik ga hierna toch nog de Q&A doen. Of we gaan, nee. Hoewel dat er redelijk wat problemen zijn, ook op de chat en al, gaan we de Q&A eens voor een tijdje opbergen. Ik ga het zo doen, ja. Tot we alles wat terug onder controle hebben, zoals de moderators, zoals ook ik, dat we ook wat terug rust hebben. Dat was goed verlicht, maar met wit. Hoe kon ik het toch vergeten, mijn sandwich? Van ja, ik moet nog eens zien. Oh. Mensen, wat willen jullie eigenlijk terugzien in de plaats van Q&A? Wat Q&A heb ik dan nog? En binnenkort gaan we iets samen doen met de fans. Echt waar. Ik heb nu even bij Zatwisje gedaan. Ik ben zo terug. Joe. Voilà, ik ben terug. Ik heb dus een kleine uitbrander gekregen van mijn mama. Oei,
Ligt tot niet aan blijven. Dat ligt tot niet aan blijven, voilà. Dus als er een te kleine bus is, mag ik niet meer opstappen bij deze, omwille van mijn ouders willen dat niet. Dan moet ik met mijn eigen wagen erachteraan gaan. En als ik dat niet mag, sorry, dan moeten ze maar bellen naar mijn ouders toe. Ik volg de instructies op van mijn ouders. Mijn ouders staan nog altijd, familie staat nog altijd een klein beetje boven werk, hè. En ik wil ook niemand van mijn familie verliezen in deze moeilijke tijden. Want wat ik juist heb verteld, hoe wij zaten in de zigeunerbus. Ik ga het gewoon vertellen. Dus met deze coronatijden, je weet, ook zo gelijk in het ziekenhuizen. Ik zit hier, moet deze stoel normaal gezien nu vrij blijven. En dan de stoel erlangs, mocht er weer al iemand gaan zitten. Om voldoende afstand te houden. Maar nee, bij de zigeuners zaten we gewoon allemaal langs elkaar. Wat normaal gezien nu niet kan in deze coronatijden. Dus sorry zigeuner voor deze slechte reclame naar jullie toe. Maar bij deze heb ik ook mijn eigen meningsuiting geuit. En dat is nog altijd toegestaan hier in België. En als ik daar problemen mee kan krijgen, wel merci van, dan leven we echt in een apenland. Dus ik wil echt niet besmet worden met die lelijke ziekte van corona. Dat wil ik echt niet. Dan weten jullie dat. Ik probeer mij ook zo goed mogelijk safe te houden, dat ik niet besmet ga geraken. Vooral van... ik ga heel eerlijk zijn. Ik ga echt heel eerlijk zijn. Sorry, ik was even afgeleid. Ik wil niemand besmetten. Omhoog van, ik kom heel vaak in contact met risicopatiënten. Risicomensen. Zo gelijk Bea, die neemt hartpillen. Dus dat betekent dat ik ook extra veilig moet zijn, ook richting haar toe. En dat doe ik ook. Ik volg alle veiligheidsmaatregelen op. Nu ook met mijn mama. Dus ik heb nauwelijks contact met Bea. Ik heb nu wel gesproken met mijn mama. Wel op een voldoende afstand. Ik zit hier. Nog verder dan hieruit. Ik wou zeggen, ja, dan hieruit ver. Nee. Wat voor afstand kan ik? Ik denk dat het rond de 3 meter was. Dat we elkander afstand hebben gehouden. Dus het dubbele. En daar heb ik dan over gesproken, over de zigeuner. En dat is haar in de verkeerde keelgat geschoten. Omwille van, nou ben ik echt heel, ja... Ik heb geen jonge familie meer. Ik ga dat zo ook eerlijk toegeven. Ik heb echt geen jonge familie meer. En ik wil niemand van mijn familieleden verliezen door corona. Momenteel is in onze familiekring nog niemand geraakt geweest door corona. Bij deze. En dat wil ik ook zo houden. En ga ik nu nog weer een keer zo lang lullen? Nee, ik ga hier nu bij laten. Er is geen Q&A. Die ga ik uitstellen tot na nieuwjaar. Bij deze. Dan weten jullie dat ook al. Dus jullie kunnen wel al vragen losbranden. En dan in 2021 kom ik dan terug met de Q&A. Maar voor de rest ga ik wel leukere... ga ik gewoon leuke vlogs blijven maken bij deze. Ik ga jullie niet laten. Tot morgen. Want ik heb het al ene keer al helemaal al afgerond.
Ik zal het nog een keer doen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren, want het is integraal gratis. Maak gewoon een gratis account op www.google.be. En dan surf je weer al naar www.youtube.be. In de zoekbalk typ je dan PsychoTV. Klik dan op abonneren. En ook op het belletje voor op de hoogte te blijven wanneer dat er een nieuw filmpje online is gekomen. Bij deze, tot morgen. Joe.